Welkom bij deze nieuwe shoplog van de Jumbo. Ik heb zoals altijd mijn boodschappen gedaan bij de Jumbo. Online besteld in de app. Het is weer gelukt. We gaan snel kijken naar deze mega grote shoplog. Want ik heb voor anderhalve week boodschappen moeten bestellen. Ja, anderhalve week. Want ik kreeg dus geen besteldatum meer tussen mijn bestelling nu en mijn bestelling rond kerst. Dus ik heb de laatste bestelling gedaan. Dat is op kerstavond. En ja... Dat is het eventjes en daarna komt het wel weer gewoon op de maandag. Dus nu komt mijn volgende ronde met boodschappen pas over op een donderdag. Dus dat is voor anderhalve week. Laten we snel kijken wat we allemaal nodig hebben. En ik ben zo weer bij jullie terug. Nou, we gaan van start met deze hele grote shoplog. Heel veel pizza's zien jullie al. Maar ik begin hier met de spinazie à la crème voor in de diepvries en de spersiebonen. Ik heb heel veel pizza's omdat het bijna voor 2 weken is. En dus ik heb een dubbel aantal pizza's. Dus hier 2 keer de Texas. En ik heb ook 2 keer de Diavola. Maar ik ga dus ook een week pizza eten met mee eten met mijn kinderen. Dus ik heb een mozzarella pesto, die vind ik lekker. En voor mijn nichtje wist ik het niet zeker of zij salami of die andere wil. Ik eet trouwens de mozzarella, die vind ik heel lekker. Of zij deze wil of de salami. Dus dat, alles stort in. Maar goed, pizza's. Ik heb 2 keer bladerdeeg. Dat heb ik alvast in huis gehaald. Dat doe ik altijd met oudjaar. Dan moet ik van die appelflappen maken. Ik denk, ik ga vast wat in huis halen daarvan. Ik heb hier vissticks. Frikandellen. Een heleboel stort hierin. Die zet ik even aan de kant. Ik heb hier 2 salades. Eentje groene salade, kip en appel. En een Caesar salad. Macaroni spaghetti pakket. 2 keer stampot aardappelen en andijvie voor andijvie stampot. Nou, en de tweede lading koelkastproducten staat ook weer klaar. Ik heb hier 2 keer afbakbroodjes. Die zitten eigenlijk altijd tussen de koelkastproducten. Ik weet niet waarom, maar 2 keer afbakbroodjes. Ik heb hier 2 verpakkingen met jong belegen kaas. Een heleboel plakjes zo te zien, dus dat is goed gegaan. Ik heb hier crème fraîche voor door de stampot. Appeltjes, een bonaboter. 2 keer 1,5 liter halfvolle melk. Ik heb hier stokbrood met kruidenboter. Zitten er 2 in. Heb ik 2 verpakkingen van. Dat is altijd lekker. Goudkuipje. Check even hoe groot die is. Dat had ik niet gezien in de app. Ik kijk eigenlijk nooit naar de hoeveelheden. Dat moet ik toch eens beter gaan doen. Dat is een grote. Maar dat is helemaal goed hoor. Voor het brood heb ik hier... kipfilet en kippengrillworst. Kinderkwarktoetjes. Spekreepjes. Geraspte kaas. Ik heb hier roompaté in een bakje. 2 maal runde gehakt. Kipfilet. Ik heb hier slavinken. 2 keer 4. Kipkrokantsnitzels. 4 stuks totaal. En de zigeunen gehaksnitzels, die vinden we erg lekker. Nou, de volgende lading staat ook weer klaar. Het staat een beetje op elkaar, maar ik heb hier 5 halfjes fijn volkoren. En heel tijgerbruin, witte bolletjes. Ik heb hier wat chips. Ik ben alvast een beetje bezig, ook voor de feestdagen, wat lekkere dingen in huis te halen. Een beetje verspreiden. Ik heb hier de hamkaas, Dorito chips en hartbrekers. Dit was een aanbieding ook, borrelnootjes. Ik denk, nou, dat is ook altijd wel lekker om in huis te hebben. Hier heb ik de provinciale smaak, de oriental en paprika fiesta smaak. De M&M's, ja, dat is mijn guilty pleasure. Daar heb ik er 2 van, dat is ook een aanbieding. Melkbroodjes met chocoladestukjes, banaantjes, eieren en schoolkoekjes. Alhoewel die voorlopig niet meer nodig zijn, heb ik gehoord op het nieuws. Maar goed, schoolkoekjes. Sultana's, de bosvruchten. En de appelsmaak. Maar ja, ook zonder school komen die wel op. En de volgende lading heb ik iets overzichtelijker neergezet voor jullie. Ik heb hier mini crackers. Kaas. Ik kan me niet echt herinneren dat ik die heb besteld. Maar het kan zijn dat Michella die nog later heeft toegevoegd. Dat doet ze nog wel eens. En dan heb ik dit. 2 keer tonic. 4 appelsap van appelsientje. Dubro afwasmiddel. Ja, pakjes drinken voor naar school, die eigenlijk ook niet echt nodig zijn. Maar goed, die blijven goed voor langere tijd. Appelsap ook. 3 keer Coca-Cola. 2 zoete witte wijn van het eigen merk van de Jumbo.
Ik heb hier 5 iced tea mango smaak, 2 koffiemelk, jus, knoflooksaus en Nesquik om chocolademelk te maken met melk en 2 kattenbakgrind. En de laatste lading staat ook weer klaar. Ja, het ziet er een beetje gek uit en ik snapte hem ook niet zo heel goed. Ik heb 4 kleine flesjes rosé. Ik meen te hebben besteld, dat ik een liter rosé heb besteld. Zoete rosé, alvast voor de kerst. Maar ik heb dus 4 kleine flesjes. Ik denk dat ze het hebben vervangen voor dat. Geen mail over gehad, maar ja, dit is samen ook een liter, dus ik vind het prima. De hak was in de aanbieding, 3 voor 2 plus 1 gratis, dat was het, ja. Ik heb hier witte bonen in tomatensaus, spersiebonen. En hier heb ik doppertjes met worteltjes. Keukenrollen. Koffiebonen. Deze zijn echt veruit. Gewoon erg de lekkerste die ik nog heb geproefd. Ik heb allerlei merken geproefd. Maar ik vind deze echt super lekker van Jumbo. Kristalsuiker. Macaroni. Bestonjekoeken. Krakottencrackers. Deze hebben ze vervangen. De Chocochino. Ik had eigenlijk de Chocochino met karamel. Maar ja, de karamel die moeten we zelf maar even toevoegen. Maar deze is ook erg lekker. Die hebben ze vervangen. Een tomatenpureetje. 2 maal basmati rijst. 2 tukjes. Dat was ook een aanbieding. De sweet chili. En dit is sour cream en onion. De kruidenpotjes van... Volgens mij is het Verstegen of zo. Ja. Die waren ook in de aanbieding. Dus ik heb hier een curry. Knoflook. Uien. En zwarte peper. Custardcakejes heb ik hier. En hier heb ik nog wat kruiden liggen. Voor de andijviestampot. Andijviekruiden. En stampot jus voor de stampot. Macaronikruiden. 2 rookworsten voor bij de stampot. En natuurlijk toiletpapier. En dit had ik bij de boodschappen gratis. Plantaardige boten. Flora plant. Cider, vinegar, sea salt, chips. En omdat ik 1 plus 1 M&M's had, dat wist ik, zit er een spelletje bij. Praat- en raadspelletje. Super schattig. Veel, hè? Er waren er echt heel veel. Maar ja, goed, het is ook voor 1,5 week. En nou, die tijd komen we zeker wel door. Ik had ook alvast wat voor de kerst er ook tussen gedaan. Maar ja, het is steeds een beetje. En dan is het niet in één klap heel veel. Of dan ga je dingen vergeten natuurlijk. Ik laat even zien wat we deze week allemaal gaan eten. En ik ben zo weer bij jullie terug. Hier hangt het maaltijdschema aan de koelkast. Voor maandag hebben wij broccoli, bloemkool, aardappelen en een schnitzel op het programma. Dinsdag eten we andijviestampot. Nou ja, daar is altijd wel genoeg van over voor de tweede dag ook. Maar ze kunnen ook kiezen voor een pizza. Ik ga met Agnes eten, de moeder van de kinderen. En dan eten we samen. Vaak is dat patat bestellen of zo. Donderdag maak ik macaroni. Dat is ook wel vaak genoeg voor 2 dagen. Maar ik heb weer wat nieuws. Meal Hero. Ik laat het in de vlog zien wat het is. Meal Hero. Meal Hero ga ik een beetje inplannen voor de momenten dat we met niet zoveel mensen eten. Dat is zoals op vrijdag is dat zo. Dan laat ik in de vlog zien wat we dan gaan eten. Dat is keuze uit meerdere maaltijden. Dus dat weet ik niet zozeer van tevoren welke ik ga kiezen. Voor de zaterdag zou dat ook kunnen, dat Meal Hero. Of het is lekker broodjes en soep. Of anders doen we dat zondag. Maar het kan ook zijn dat we dan gewoon lekker eten gaan bestellen. Of iets uit de vriezer pakken. Dus ja, dat ja, is het. Het is niet heel bijzonder allemaal. Een beetje weer veel hetzelfde. Maar goed, weet je, het is, ik vind het momenteel lastig om voor heel veel mensen een bijzondere maaltijd te maken. Weet je, het zijn vaak de stampotjes, de pasta's die fijn zijn. Voor als je met veel mensen bent. En dan veel bedoel ik toch wel 8-9 personen. Om dan zeg maar, vlees bijvoorbeeld past allemaal niet in één pan. Dan moet je al meerdere pannen op het vuur. Meerdere groentepannen ook, want het past allemaal niet in één pan. Dus, en ik heb een 4-pits fornuis en dat past dan gewoon niet. Dus het moet vaak eenpansgerechten zijn om het passend te krijgen op het fornuis. Gewoon zoiets. Hierachter zien jullie de Meal Hero staan. Dat is een stoomapparaatje. Die huur je voor 5 euro per maand. Huur je die en je betaalt tussen de 6 en de 7 euro per maaltijd voor Meal Hero. Het is allemaal in de diepvries. In de vlog laat ik zien
van maandag wat ik binnen heb gekregen. Dat is een soort van shoplog ook weer geworden, want het was best veel. Het is het proberen waard. Je kreeg 16 maaltijden gratis. En ik had er totaal iets van 24, dus 8 heb ik er betaald. En ja, dat is gewoon leuk om het eens een keer uit te proberen. Ik zal een linkje voor 25, volgens mij krijg je ook korting. Even uit mijn hoofd hoor. Ik zal het linkje hier beneden even neerzetten van Meal Hero. Als je dan de kortingscode gebruikt, dan krijg ik volgens mij 25% korting op mijn volgende bestelling. En mogen jullie volgens mij 8 maaltijden ook gratis uitkiezen. Dus je kan het een keer proberen. Misschien leuk, Meal Hero. Vooral voor degenen die niet zo van koken houden. En ik ben niet zo'n kok. En zeker op dagen als we met weinig zijn, dan denk ik, oh, weet je, een pan aan, lekker makkelijk, geen zin om te koken, weet je, dat soort dingen. Maar goed. Dus we gaan het nu dus met Meal Hero proberen. Voor deze boodschappen was ik om en nabij de €210 kwijt. Een hele hoop geld, maar het is ook van een hele hoop dagen. Het is maandag geen boodschappen, dus de shoplog die jullie gaan zien zijn van de kerstboodschappen. Die komt dan volgende week online. Dus net op tweede kerstdag komt de volgende shoplog online met de kerstboodschappen. Dus dat wel. Verder wens ik jullie een hele fijne kerst toe. En geniet ervan. Geniet van de mensen met wie je wel kan zijn en met wie je wel bent. En maak er een rustige, relaxte, chille kerst van. Tot. He, door het positief te houden, door het een beetje zo te zien van nou, het is ook gewoon een keertje rustig. We hoeven niet uit eten, we hoeven ons niet helemaal op te derken, we hoeven niet helemaal moeilijk te doen. Het is gewoon eens een keer een chille kerst. En op zich is daar ook wel wat van te zeggen. En ik denk dat het best nog eens een hele leuke kerst kan worden op deze manier. Dus fijne kerst. Ik zie jullie tweede kerstdag in een nieuwe shoplog en anders maandag in een nieuwe vlog. Een weekvlog, hij is er gewoon weer maandag. Fijn weekend en tot de volgende keer. Doei doei!